29 mensen zijn met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis gebracht na de brand vanmorgen in het laboratorium aan de Koolhaven in Rotterdam. Het gaat om omwonenden en enkele laboratoriummedewerkers. In het pand waren gevaarlijke stoffen aanwezig en bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom werden zeker 50 woningen in de directe omgeving ontruimd.